Riley met vandaag weer een nieuwe video. Het is een tijdje leuk een video gemaakt, zeg je jezus. Ik moet alles even goed doen. Oké. In ieder geval, ik ben 2 weken naar Frankrijk geweest. En dat hebben jullie niet gemerkt. Heb je gewoon totaal niet gemerkt. Er zijn gewoon video's online gekomen. Daarom heb ik het niet gemerkt. Tenzij je de comments leest of mij volgt op Twitter. Dat had je normaal gemerkt. Want ik heb best wel wat video's. Wat foto's erop gegooid. Best wel leuk. In ieder geval, het link staat in de beschrijving op Twitter. Kan je het gewoon nog gaan checken als je het wil. Maar nou het andere probleem waar ik het eindelijk mee over heb is het nieuwe jaar. Ik ga nou mijn soort van examenjaar in. Ik doe een opleiding, 2-jarige opleiding. Want in het laatste jaar, dus het 2e jaar, is de examenjaar. Dus niet echt een examenjaar zoals jullie in de 4e of 5e kennen. Maar het is wel anders. Het is rustiger. Het is niet, oh, stress voor al die vakken. Dat is het niet. Gewoon, je doet 1 keer een praktijkexamen, dacht ik, en dat was het. Het zal een zware praktijkexamen die je wel gewoon in 1 keer moet halen, zeg maar. Maar het is niet examens zoals jullie die kennen. Maar in ieder geval, het zal ook een belangrijk jaar. En aangezien ik vorig jaar, dus voor de zomer, dat jaar een beetje verkracht heb, zeg maar. heb ik heel veel dingen laten liggen waar ik dit jaar ook moet inhalen. Ik krijg dit jaar best wel druk. En ik heb 6 dagen ben ik bezig. Dan heb ik of school, of ik heb werk, of ik heb stage. En dat zijn in die 6 dagen. Eén dag in de week ben ik vrij. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen met YouTube. Ik ga niet stoppen, dat sowieso niet. Ik ga proberen 2 video's per week te uploaden. En ik weet mijn roos niet. Ik heb 3 dagen school. Waarvan 1 praktijkdag en 2 dagen gewoon theorie. Als die 2 theoriedagen gewoon chill zijn, dus dat ik vroeg uit ben. Maar bij ons is de kans ook gewoon dat jij om 1 uur of weet ik veel, om 1 uur of 11 moet beginnen. En om 5 uur ben je klaar met school. Want we hebben ook ons roosje is van 8 tot 10. We hebben veel meer uren. Dat is gewoon een heel fucked up rooster is het. Maar dus ik weet niet hoe het kan alle kanten op gaan. Als het gewoon chill is, dat ik smiddags gewoon om 1 uur of 3, 4 klaar ben. Dan kan ik gewoon die dag ook wel filmpjes maken. En als dat niet zo is, 2 kansen en 2 theoriedagen heb ik. Dan is dat gewoon lastig. Want ik heb ook nog een ander kanaal. Squad on Point. Tijd geleden ook een video voor online geweest. Als jullie check de video ook even, ik zal een link in de kanaal in de beschrijving zetten. Dit is wel nog mijn 2e kanaal, waar ik mijn andere YouTubers 1 dag in de week upload ik daar op. Iedereen upload daar 1 dag in de week op. En als je daar, ik kan gewoon, dus je moet in principe 3 video's per week maken. 2 voor deze, 1 voor het andere kanaal. Dan is het gewoon soms lastig. Als je 6 dagen, bij 1 dag in de week ben ik volledig vrij. En voor de rest, buiten vakantie om, gewoon niet. Dus in principe best wel veel, en zeker als het lange dagen zijn, want op stage dagen en een werkdag, want mijn stage is ook mijn werk, zeg maar, ben je gewoon heel de dag weg. Het is niet dat je een middagje stage loopt of zo, hè. Het is gewoon om 12 uur begin ik dan wel, dan zal relaxed wel uitslapen. Maar je bent dan gewoon tot 9 of 10 uur, 10:30 soms, ben je gewoon bezig met je stage of werk. En dat is gewoon, als je dan terugkomt, dan ga je sowieso ook een video opnemen. Dat vind ik wel normaal. Dus het is gewoon, de timing is gewoon kut eigenlijk. Ja, het is gewoon niet, qua tijdstip is gewoon irritant. Want 's ochtends, ik kan wel vroeg opstaan, kan ik niet schreeuwen. Kan ik zo een video maken en 's avonds laat ook niet. Dus ik moet alles op die zondag moet ik doen. Of op die 2 theoriedagen, als die positief zijn. Maar als ik om 1 uur of 6, zou wel heel raar zijn, klaar ben, dan is ook irritant. Weet je, als dat is gewoon, nee, het is gewoon niet lekker, zeg maar. School die plant alles te weer klassen. In ieder geval, ik moet kijken hoe alles is. Het wordt dus een druk jaartje voor mij. Dus YouTube lijkt daar een beetje om. Ik vind het jammer, want we hebben bijna 1000 stappen bezig gehaald. Daar gaan we gewoon vol voor. Ik ga ook gewoon vol voor YouTube, de fuck alles. Maar school is eigenlijk toch wel wat belangrijker, zeg maar, soort van. Klinkt heel raar in mijn mond, maar toch is het zo. soort van, achtig iets. Wel, is jammer. In ieder geval, ben bij me terug, dus dat is echt, ik vind het echt leuk om weer in de commentaar in te spreken, eigenlijk. Het is weer een hele lange tijd geleden voor mij. Het is wel grappig om te doen. Ja. In ieder geval, DLC komt er ook aan. Ik zal nu niet gelijk uploaden, dat is irritant als jij heel de dag weg bent. Dan kan je die dingen niet downloaden, dan kan je ook geen filmpjes maken. Dus alles komt niet gelijk
dag als het uitkomt, komt het online. Dus dat is een beetje rotte. Voor morgen komt de DLC online. Tenminste, de DLC komt uit. En ik ben donderdag vrij. Dus dan komt donderdag bijvoorbeeld online pas. Want ik heb deze week nog een beetje vakantie. Maar ik wel altijd dagen werken, maar in principe niet heel veel. Dat is een beetje lastig. In ieder geval kunnen jullie begrijpen. Dat is een beetje een chaos commentaar, maar jullie begrijpen het denk ik wel. Ik wil dat een like achter. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ouderen. Light 'em all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking